Op vrijdag 21 februari ging een honderdtal scholieren in debat met leden van het Vlaams parlement. Hier hadden ze het over de toekomst van het onderwijs. Kaylee Surgeloze vertegenwoordigde de Vlaamse scholierenkoepel. We willen gewoon meningen gaan verzamelen en hier is een plaats voor jongeren om hun mening echt te zeggen en dan gaan wij daar iets mee doen. De jongeren hebben ook duidelijk een mening. Het waren vooral de herstructureringen en de schoolmoeheid die de leerlingen bezighielden. Het was zeer interessant om te horen waar leerlingen allemaal mee bezig zijn. Eén ervan was zeker de hervormingen die nu doorgevoerd worden. Het tweede wat het meest opviel is dat veel leerlingen bezig zijn met schoolmoeheid. En vooral de relatie of de kans om eventueel stage te gaan doen en studeren te combineren met al deeltijds werken. Het belangrijkste vooral vind ik, er is al zoveel gezegd rond het hervormen en rond allemaal nieuwe dingen in het onderwijs te zetten. En ik vind gewoon, mijn vraag is gewoon, wanneer gaat het werkelijk gebeuren? Wanneer komt er werkelijk actie? Maar ook voor andere vragen konden ze terecht. Zo konden ze bijvoorbeeld op de thee met Mieke van Hekken of op speeddate met een van de 6 politici. Zijn jullie al aan bod geweest? Ja, shoot. Wat is je probleem met het huidige systeem? Dat alleen maar scholieren... Het debat lijkt zowel voor de leerlingen als de politici een leerrijke dag te zijn. Alles wat we horen, is dat hier of op straat of wat dan ook, dat ga je natuurlijk altijd meenemen. Daarom praten we juist met de mensen. Alleen al als een politici dat leest en dan achteraf bij het bepalen van iets al in zijn achterhoofd is en denkt van oké, ja, wat zei de scholieren daarover, dan zijn wij ook al content, want dat is ja, natuurlijk de grootste hoop. En nu aftellen naar de verkiezingen van 25 mei.